Als gras net gemaaid is, dan krijgt het een speciale geur. De geur van vers gemaaid gras. Maar als je erover na gaat denken, is het best gek. Want die geur die verspreidt zich alleen nadat het gras gemaaid is. Niet altijd, zoals bij bloemen bijvoorbeeld het geval is. Dus waar komt die geur vandaan? En zoals je hebt gemerkt, het waait vandaag best hard. Dus we gaan lekker naar binnen toe. In 2014 heeft de Amerikaanse bioloog Michael Kolomietz onderzoek gedaan naar deze geur. En hij kwam erachter dat die geur van gemaaid gras eigenlijk helemaal niet zo onschuldig is. En dat geldt niet voor ons, maar voor het gras. Ik wil eerst even een kort bedankje uitspreken voor de vrienden van dit kanaal. Via petjeaf.com/weetjedatookweer hebben zij zich aangemeld en zijn ze lid geworden. Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat ik dit soort video's kan blijven maken. Dus dank je wel daarvoor. Wanneer gras gemaaid wordt, dan denkt het gras dat het aangevallen wordt. En in principe gebeurt dat natuurlijk ook door iets als een grasmaaier. En het gras produceert een bepaald stofje om aan iedereen te laten weten dat het in gevaar is. Een regelrechte noodkreet dus. En dat niet alleen, het gras recruteert ook hulptroepen dankzij de geur. De stofjes die je ruikt, die staan bekend als Green Leaf Volatiles, ofwel GLV. Deze stofjes typeren wij als vers gemaaid gras, maar voor het gras is het een overlevingstactiek. Niet alleen gras produceert deze stofjes, maar zoals de naam al doet vermoeden, elke groene plant produceert Green Leaf Volatiles wanneer hij beschadigd wordt. De geur van gras is natuurlijk veel sterker, omdat dit eigenlijk duizenden plantjes bij elkaar zijn in één veld. Deze GLV-stofjes hebben een belangrijke functie. Het zorgt voor het wegjagen van de aanvallers als een soort SOS-functie. Bij een grasmaaier heeft dat natuurlijk niet zoveel zin, maar stel dat een stelletje rupsen het gras aanvalt, dan heeft het wel degelijk nut. De stofjes trekken namelijk ook parasitaire wespen aan. Deze komen op het geurtje af en leggen eitjes in de aanvallende rupsen. Dit doen ze om de plant te beschermen en tegelijkertijd wordt hun nageslacht gewaarborgd. En dat allemaal dankzij het geurtje van vers gemaaid gras. Iets wat wij koppelen aan voorjaar en lekker weer. Maar er vindt dus eigenlijk een compleet slagveld plaats in die vers gemaaide grasmat. Dus, weet je dat ook weer?